Dankjewel. Kijk eens aan. Hey kijkers, het gaat straks. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering. En welkom bij deze supercoole Redstone aflevering. Nou, voor degene van jullie die Mumbo Jumbo volgen, Engels YouTuber, 2 miljoen abonnees. Dus ik neem aan dat veel van jullie hem in ieder geval wel eens van gehoord hebben. Hij heeft niet lang geleden deze hele mooie pixel design machine gemaakt. Nou, voor de mensen die denken, ja, dat dacht ik eerst ook. Alleen toen kwam ik erachter dat ik dit ding misschien nog wel beter zou kunnen maken. En dat is me gelukt, maar ik ga eerst eventjes uitleggen hoe dit ding nou precies werkt. Nou, hij heeft het hier in principe al uitgelegd. Het werkt met een soort redstone klok. Hij kwam erachter dat je door een tactiek te gebruiken zoals deze, dat je de redstone lamp aan kunt houden. Oftewel, wat hij ook goed uitlegt in zijn video, zal een linkje in de beschrijving staan naar zijn video. Als ik hier een lever pak, zo, en ik zet deze aan, dan gaat hij meteen aan. Maar als ik hem uitzet, dan duurt dat één tik, precies één tik voordat hij uitgaat. Je ziet, als die lever naar links is, dan is hij nog niet meteen uit. Dus dat heeft hij gebruikt om een supersnelle klok te genereren, zeg maar, die de lamp aanhoudt. Nou, toen kwam ik erachter, of ja, ik weet niet of ik erachter ben gekomen, misschien wist hij het ook wel, maar ik snap niet waarom hij dat heeft gebruikt dan. Als je twee observers tegen elkaar aanplaatst, dan krijg je ook zo'n apparaat. Oftewel, in plaats van deze 4x2 machine, kun je een 2x1 machine maken, waardoor in principe alles maar één breed hoeft te zijn. Dus dat heb ik gedaan, daar kom ik dadelijk bij. Ik zal eerst eventjes uitleggen hoe dit ding nou eigenlijk precies bij hem werkt. Want ja, jullie hebben nog niet eens gezien hoe het werkt. In principe komt het erop neer dat je tekeningen kunt maken. Het is een soort paintprogramma van 10x10, dus ik kan nu gewoon een beetje een lijntje tekenen. Als het goed is werkt het helemaal mooi, zo. Ik heb trouwens ook aan Mumbo gevraagd op Twitter, zoals jullie nu in het scherm zien, of ik er een video over mocht maken en hij vond het goed. Dus nou, bij deze. Maar je ziet dus hier, dit apparaat, dat het werkt gewoon goed. Het duurt wel eventjes voordat het komt, maar in principe werkt het gewoon goed. Ik zal even uitleggen hoe het werkt. Op het moment dat ik hier op een knop druk, dan gaat dit zo naar beneden. Wacht, ik doe het wel even aan deze kant, dat is iets makkelijker. Op het moment dat ik hier op een knop druk, gaat die naar beneden toe, zo. Dan wordt deze hopper die wordt geüpdate, waardoor deze observer een update detect. Nou, ik zal het, voor heel veel van jullie klinkt het misschien heel lastig, dat is het in principe niet. Maar ik zal het eventjes hier neerzetten. Wanneer een observer een update detect, dan gaat hij heel snel bewegen. Dan geeft hij een 1 tick output, dat is het idee van een observer. Wanneer het blok voor hem verandert, dus tegen die oogjes aan, dan geeft hij hier een output. Nou is er een, ja, het is niet meer echt een bug, het is meer een soort handigheid in Minecraft. Waardoor als een piston een 1 tick impuls krijgt, een sticky piston, dan duwt hij of haalt hij het blok op. Dus als je hier nu ziet, zo, dan neemt hij hem niet meer mee terug. En als ik hem dan weer update, dan wel. Dus dit kun je gebruiken als toggle machine. Dus wanneer ik hier nu een button gebruik en ik zet hier zo een, ik zet hem zo neer. Ik zet hier een piston, zo. Even kijken, als het goed is werkt het zo. Ik hoop in ieder geval dat het werkt. Als het goed is als ik dit nu zo doe, dan krijg je dus dat je hier zo, ja, nu trekt hij wel weer meteen terug, maar dat is in dit geval niet zo, omdat de hopper een update krijgt. Dus dan moet ik even zo doen eigenlijk, dat is misschien iets handiger, zo, deze zo, en dan krijg je hier een observer tegenaan, zo, en wanneer ik deze nu activeer, dan zul je zien dat hij één ding doet en als ik hem nu weghaal, dan haalt hij hem terug. Dus dat is het idee van dit systeem. Dat heeft hij best goed gemaakt. Ik vond het best knap gevonden. Dat zou mij niet gelukt zijn. Maar toen ik erachter kwam hoe hij het had gemaakt, toen dacht ik van, hey, dat kan ik beter. Nou, in ieder geval wat er dan is gebeurd, dan wordt dat redstone blok hier naar voren geduwd. Zoals je hier nu ziet, als ik hier op druk, gaat hij naar voren toe. Dan gaat dit hierheen. Dan wordt die supersnelle klok geactiveerd als het goed is. Of ja, nu in dit geval gedeactiveerd. Maar als ik hem weghaal, zo, dan wordt die geactiveerd. Dan zie je dat hier die impuls gaat. Die gaat hierheen, zo, helemaal hierheen. Zo. En dan wordt deze redstone aangezet. Nou, dit is een systeem dat alles overzet. Dus deze redstone puls komt daar. En die daar gaat, die komt helemaal daar. Dus alles draait in principe om. Nou, dan gaat het hier zo over deze hele gigantisch lange lijn. Hier omlaag, hierheen. En dan gaat het hier in het gigantische systeem waar ik niet in kan, wat het naar de goede redstone lamp toe brengt. Nou, dit is een best groot systeem. En ik vind het ook best knap hoe hij het heeft gemaakt. Maar zoals ik al zei, ik heb het beter gemaakt. En dit is mijn design. Het ziet er in principe precies hetzelfde uit.
Alleen, het is compacter zoals jullie zien. Die andere was helemaal hier zo en hier en hier dan zo en nog een stukje naar achter. Maar deze van mij is veel kleiner. Hij werkt in principe hetzelfde. Het enige voordeel dat hij heeft is dat hij ook nog iets sneller is dan die van Mumbo. En ook deze heeft een reset knop. Dus dat heb ik bij die andere niet laten zien. Maar je kunt alles resetten door op één knop te drukken. Dat heeft die van mij ook. Nou, je kunt hier dus ook gewoon lekker snel even een smiley tekenen of zo. Dus hier 1, 2, 3, 4. Zo. En hier een hele grote smiley. Maar je kunt dus gewoon snel op al die knoppen drukken. Zo. Hierheen. Zo. 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 En hierop. Nou, nu zie je dat hij een smiley aan het genereren is. Een hele grote smiley. Als het goed is, komt dat daar ook nog de lampen bij. Ja, zie je, daar komen ze. Oké, en ook dit is de resetten met één druk op die knop. Dan komt er een hele mooie flash over het scherm heen. En dan is het hele systeem gereset. Nou, ik zal ook even uitleggen hoe deze werkt. Die is iets makkelijker uit te leggen, vind ik zelf. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik hem zelf heb gemaakt. Het begin is hetzelfde. Als ik op een knop druk, dan duwt je een observer naar beneden. Waardoor deze hopper een update krijgt. Nou, dat wordt dan helemaal naar onder geduwd. De bovenste is in principe heel makkelijk. Daar duwt deze piston, die duwt gewoon meteen dit hier tegenaan. Dus zo. Ik bedoel zo. En dan krijg je hier dus zo'n supersnelle flikkermachine. Zoals je daar ziet. Dat lampje begint nu te knipperen. En daar kun je dus een redstone lamp op aansluiten. Nou, dan gaat dit zo helemaal omhoog. Helemaal hier naar de goede redstone lamp toe. Dan komt deze hieronder. En daar gebeurt bijna hetzelfde. Alleen wat daar gebeurt. Hier zitten nog een aantal redstone systemen in. Wacht, dan moet ik eigenlijk iets verder onder deze. Laat het wel goed zien. / KMO 3. En wat dit doet. Dit haalt het redstone fragment om. Dus dat zal ik eventjes laten zien. Dan moeten we even /2000. Zo. Hier zie je allemaal testcreaties van mij. Even kijken, waar zijn ze? Hier zijn ze. Oké. Daar zie je allemaal testbouwwerken daarvan. Wat je hier ziet. Zo. Is een systeem. Dan moet ik deze eventjes weghalen. Oh, hier gaat het ook wel. En het komt erop neer. Als ik dit aanzet. Deze hier zo. Dan gaat daar de output komen. Dus hier zo. Dus dat kan ik eventjes laten zien. Tenminste, als het goed is hoor. Oh, ik heb de verkeerde kant gepakt trouwens. Handig. Zo, hier komt dan de output. Redstone lampen zo. Oftewel, wanneer ik hier een blok voor zet, voor deze observer, komt daar het redstone lamp aan. En dat zul je nu kunnen zien. Hier, die gaat aan. Nu gaat deze aan. Hier zo. Dus je ziet het redstone zo gaan. Nu gaat die middelste gewoon aan. Nu gaat die aan daar. Als het goed is. Oké. Oh, wacht. Deze repeater staat verkeerd om. Handig. Zo. Nu gaat die daar aan. Ja. En nu gaat de allerachterste aan. Zo. Die gaat daar nu aan. Nou, dat is hoe ik het heb gemaakt. Dan had ik nog een probleem. Want dat had Mumbo ook al laten zien in zijn video. Redstone. Zo. Wat Mumbo al liet zien, was dat je een als je hier knoppen hebt. Zo. Wacht, ik maak het wel even iets kleiner. Dit heeft hij ook een beetje gebouwd. Als je hier een knop hebt, dan pak ik eventjes wol. Woel. Zo, lichtblauw, geel, goed genoeg. En je hebt hier lampjes. Deze knoppen die daar staan, die moeten de bovenste lampen bedienen. Dus in principe, zo had het gekund. Zo. Maar dat is ook niet zijn ontwerp. Dus dan zou ik zijn ontwerp niet verbeterd hebben. Ik zou het alleen aangepast hebben, waardoor het compacter zou worden. Dus dit is de makkelijke manier om het te doen. Nou, dat heb ik niet gedaan, want zo makkelijk ging het niet. Het kwam dus op neer dat deze onderste ook daadwerkelijk naar de onderste, of naar de bovenste toe moest. Naar die daar. En dan moest deze gele, moest er zo, hier, zo. En dan moest hij er hier nog doorheen of zo, naar deze toe. En dat gaat heel moeilijk met observers. Nou, daar heb ik een soort een model voor gevonden, waar het op neerkomt. Ik zal het eventjes hier snel laten zien. Als ik hier een vlak van 4x4 lampjes pak even. Zo, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, zo. En hier een vlak van 4x4. 2, 3, 4. Dit is de button zit hier, zeg maar. Zo mag je het zien. Nou, ze zijn een kwartslag gedraaid dan, zeg maar. Zo. Dan moet ik even twee andere kleuren wol erbij pakken. Groen en rood. Zo. Waar het op neerkomt is deze. Die moet dus helemaal naar boven toe. Nou, dat heb ik gedaan. Moet ik alleen eventjes precies kijken hoe ik dit heb gedaan. Oké, wat ik heb gedaan dus. Ik heb dit gewoon helemaal naar boven gedaan. Zo, hier omheen. Hier helemaal naar boven toe. Naar deze toe. Zo, dit heb ik gedaan. De andere, de onderste, die heb ik zo gedaan. Die heb ik hier een bocht laten maken. Zo, hier helemaal naar boven toe. Of naar onder toe. En dan hier zo vastmaken. En toen kwam ik erachter dat ik dit model kon gebruiken om dit te doen. Zo. Zo, twee breed, hier zo. En dan hier zo er tegenaan. Naar onder toe. Hierheen.
En dan zo hier tegenaan. En dit kan ik ook gebruiken op die daaronder. Dus dit kun je oneindig aantal keren kun je dit doorgebruiken. Nou, dus hier zo door. Hier en dan beneden. Zo weer. Zo hier eronder door. En dat is ook heel goed te zien in mijn design. Waar ook die schuine lijn hier zo naar beneden zit. Met alle stukjes. Dus zo heb ik het gebruikt. Het enige wat er dan moet gebeuren is dat hier onderin dus die signaalswitcher moet zitten. Zoals ik die hier al net liet zien. Het moet omgedraaid worden. Nou, dat heb ik in spiegelbeeld hetzelfde gedaan. En dan krijg je dat model. Maar toen, ik vroeg dat dus vandaag op Twitter. En toen kwam ik erachter dat iemand anders het model nog compacter heeft gemaakt. Nou, laten we eens even gaan kijken dan. En die andere persoon die heet op Twitter SamLatyFR. Oké, dus credit naar hem, hij heeft dit gemaakt. Dit model is nog ietsje kleiner dan die van mij. Niet veel kleiner, maar wel ietsje kleiner. En ik heb eerlijk gezegd, snap ik nog steeds niet helemaal hoe die werkt. Maar het komt erop neer dat hier met pistons die hele rij op servers omhoog wordt gedrukt. En dat je daarmee ook precies de lampen kunt activeren. Nou, zo'n klein model heeft wel een aantal nadelen. Zo zie je ook als ik bijvoorbeeld hier deze lamp activeer. Dat is die lamp daar. Dan komt er een gigantisch redstone lampstuk helemaal voorbij. En dan pas gaat die aan. Dus al die lampen hier gaan aan. Dat is een nadeel. En dan heeft dit model nog een ander heel erg groot nadeel. En dat is dat je niet allemaal buttons achter elkaar kunt spammen. Bijvoorbeeld als ik nu hier een smiley ga maken. Hier 4. 1, 2, 3, 4. Wat bij dat mijn model en dat van Mumbo wel gaat. Dat gaat bij hem niet. Er gaan overal gaten inkomen. En niet alle lampen zullen worden geactiveerd. Zoals jullie dadelijk zullen zien. Ik zal even dit aanzetten zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En zoals je nu kunt zien. Dit wil gewoon niet. Daar zit een gat in. Daar zitten nog gaten in. Dus dat gaat niet zo goed. Hier zit ook wel een kleerknop op. Die alles helemaal kleert. Zo, maar je moet dus gewoon wel even wachten bij dit model. Voordat je die knoppen in kunt drukken. Anders gaat het niet werken. Een ander voordeel dat dit model wel heeft is dat je het kunt inverten. Maar ook dat wil niet iedere keer werken, heb ik gezien. Dus nu is die lamp aan. En als het goed is, als ik nu op inverse column klik, gaan alle andere lampen aan behalve die. Dat zou het idee hiervan moeten zijn. Even kijken, werkt dat? Ja, het werkt zo te zien wel. Maar ik had het net ook al gedaan met meerdere lampen en toen werkte het niet helemaal. Dus in principe, hij heeft het best knap gedaan. En het werkt ook wel als je er tijd voor neemt. Maar die van Mumbo en die van mij zijn toch wel iets sneller. Maar ik moet zeggen, die SamLatyFR heeft het toch ongelooflijk knap gedaan. Alle downloadlinkjes of alle video's, die zullen in de beschrijving staan waar jullie hun modellen kunnen downloaden. Dus eventjes terug naar mijn model. Nou, ondertussen hebben ze hier buiten besloten om lekker te gaan zingen. Want ja, ik woon in Limburg en daar is het natuurlijk carnaval. Dus, nou ja, lekker veel carnavalsgezang op de achtergrond. In ieder geval, mocht je dit nou een leuke video vinden, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. En, wacht, kan ik hier een duimpje maken? Ik ga het gewoon even proberen. We gaan gewoon hier even een soort duim proberen te maken. Dus dan doen we het hier zo. Ik heb geen idee of dit gaat lukken, zo. Dan doe ik het gewoon vrij simpel, maak ik hem. Ik denk dat het een hele grote hand wordt. Daar ben ik bang voor. Zo, hier. En als het goed is, nu naar boven dan. Dit zou de duim moeten zijn. Als ik het zo bekijk. Ja. Kom, schiet op. Schiet op. Doorwerken. Dankjewel. Alleen die nog. Ja. Oké, het is wel een grote duim. Wacht, maar wacht. Ik heb een idee. 1, 2, 3, 4, 5. Dus 1, 2, 3, 4. Deze moeten nog aan. En deze moeten nog aan. Of heb ik het nou verkeerd? Nee, ik heb het verkeerd. 1, 2, 3, 4. Deze moeten uit. Deze moeten aan. Deze moeten uit. Deze moeten aan. Zo moet hij. Nou, als het goed is, is hij nu wel goed. Hij is even aan het genereren. Schiet op. Dankjewel. Kijk eens aan. Dus, mocht je het nou een leuke video vinden, druk dan zeker even allemaal op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat niet gedaan had. En check ook zeker eventjes de maps van Mumbo en van SamLatyFR. Dus, hopelijk zie ik jullie allemaal terug bij de volgende video op dit kanaal. See you all later. Thank you.